Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gisteren hebben jullie het raadsel gekregen voor vandaag, namelijk Ice Age Beast. En wij gaan jullie vandaag vertellen waar het raadsel over gaat. Yes. Namelijk over... Spannend. De mammoet. Ja, de mammoet is 10.000 jaar geleden uitgestorven. En de mammoet die woonde op de steppen. Nou, dat is een soort landschap en daar vind je eigenlijk alleen maar gras of struikgewas. Geen bomen. En ze woonden in Noord-Europa. Nou, je ziet hier een plaatje van een mammoet. En de mammoet was heel groot. Hij kon 3 tot 4 meter hoog worden. Een vrouwtje was ietsjes kleiner. En een mannetje was ietsjes groter. Een vrouwtje kon ongeveer 2 tot 3 meter hoog worden. En een mannetje 3 tot 4 meter hoog. Je kan een mammoet herkennen aan zijn slagtanden. Hij had gigantische slagtanden. Enorme dingen waren dat. En die hadden een hele belangrijke functie. De mammoet leefde in de ijstijd. Dat betekent dat het heel koud was in die periode. Er lag heel veel sneeuw, veel ijs op de grond. Maar ja, een mammoet moest wel kunnen eten. Dus wat deed hij met die slagtanden? Hij schraapte het ijs en het sneeuw vanaf, zodat hij later met zijn slurf het gras kon pakken en kon opeten. Wow, dat is een ander trucje. Goed hè? Ja. Super slim. Ja. Je ziet ook dat de mammoet best wel een dikke vacht heeft. Hij heeft veel haren. Nou, die hadden ook een functie. Zoals ik net al zei, ze wonen in de ijstijd. Het was hartstikke koud. Dus die harige vacht die zorgde ervoor dat ze het warm hielden. Maar onder die harige vacht zat een hele dikke speklaag. Ook die zorgde ervoor dat ze het natuurlijk warm hielden. Ja, en de mammoet, je ziet het al hè. Dat is een plaatje ervan natuurlijk weer. En hij is gigantisch, hij is heel groot. En daarom zou je denken dat hij alles at wat los en vast had. Maar dat is niet waar. Het is namelijk een planteneter, dus het enige wat hij at waren bladeren en gras dus, wat hij hiervan heeft uitgelegd. Maar wel echt kilo's tegelijk, want anders word je natuurlijk niet zo groot. Nee. En de mammoet is uiteraard uitgestorven. In musea kun je nog opgezette mammoet zien. Of ze hebben een replica gemaakt, dat is een soort van namaak mammoet. Maar de mammoet is uitgestorven omdat het klimaat om hem heen veranderde. Dat heeft de juffrouw uitgelegd, hij is er helemaal opgemaakt dat het gigantisch koud is om hem heen. Maar de aarde warmde toen in die tijd ook al een keertje op. En hij had niks meer aan die hele dikke wintervacht van hem. Daarnaast is het ook zo dat de vegetatie, dus de planten om hem heen en het gras een beetje veranderde. Bomen in plaats voor kwamen. En dat was niet echt het type eten wat eraan hing voor hem om op te eten. En wat ook nog eens gebeurd is dat er heel veel op de mammoet is gejaagd. Door wie? Door ons, de mens. Nou, niet door ons. Nou, oké, niet letterlijk door ons, maar door onze grootouders en voorvaderen. Precies, ja. 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 En die hebben op hem gejaagd vanwege zijn vacht, om daar kleding van te maken, om een lekkere tent te bouwen en eronder te slapen als het dus koud was buiten. En uiteraard om zijn vlees om op te eten. Ja. Komen we bij de weetjes. Nou, yes. Wauw, dit zijn de weetjes. Wisten jullie dat er in Siberië 25.000 resten van de mammoet zijn gevonden? Denk niet alleen aan de botten, maar natuurlijk ook aan de delen van de slagtanden. Dat is allemaal daar teruggevonden. Dat is echt veel. Dat is heel veel. Maar wat betekent Siberië dan eigenlijk? Nou, Siberië dat is een gebied van het noorden van Azië met een stukje van Rusland. En dat gebied samen, dat noem je Siberië. Oh ja, ja. Maar er is nog een weetje. Ja, dat klopt, want hij wordt de koning van de ijstijd genoemd. Ja, dat kan je ook wel een beetje zien. Hij is de grootste, de machtigste. En eigenlijk hebben we dat nu nog steeds, maar dan een beetje met de leeuw. De leeuw wordt eigenlijk de koning van de savanne genoemd. Hij is namelijk ook de sterkste en de knapste, de grootste. Hij heeft mooie manen. Dus dat is een beetje wat het is. Ja. Gaan we naar het raadsel van morgen. Ja joh. Spannend. Ik ben benieuwd. Nou, ga jij hem geven? Ja, dat is goed. Daar komt Laat hem maar zien. Het raadsel van morgen is... Een panda als logo. Denk daar nou eens even goed over na. Een panda als logo. Hoe ga je dat opzoeken? En wat is een logo? Dat is ook een goeie. Wij vinden het leuk als je zelf erachteraan gaat en gaat zoeken, uitzoeken wat dit zou kunnen zijn. Ja, en hoe jullie het morgen? Ja, laat het weer weten. Mail het. Bel elkaar op. Weet jij het? Vraag het aan papa of mama. Aan je oudere broers. Ja, oma het wel. Ja, wie weet. Dus nog één keer, een panda als logo. Dan horen jullie het morgen. Ja, succes jongens en tot morgen. Doei doei! Doeg!